Welkom bij Bakshop. Mijn naam is Jeremy. We gaan het vandaag hebben over de Lightsix XD V75 handheld. De handleiding, inclusief garantiebewijs, uiteraard. De rack mount, zodat u de ontvanger in de 19-inch behuizing kunt inbouwen. Een tussenstuk voor het plaatsen van twee ontvangers in de 19-inch rack. Uiteraard de antennes. Twee kabels plus twee adapters om de antennes naar de voorzijde van de 19-inch rack te brengen. De adapter. En uiteraard de ontvanger. Half 19-inch. Verder in een stevige case de microfoon met adapter om voor het plaatsen op een microfoonstatief en geleverd inclusief twee batterijen. De Lightsix XD V75 wordt geleverd inclusief de rack mounts, welke makkelijk te bevestigen zijn door middel van twee schroefjes. Die in de behuizing van de ontvanger gedraaid kunnen worden. Wordt als volgt gemonteerd. En op deze manier komt hij in een 19-inch behuizing. Verder zijn er adapters meegeleverd, zodat de antennes aan de voorzijde geplaatst kunnen worden van een 19-inch rack. Deze adapters die komen in deze gaten, worden daarin vastgeschroefd. De bekabeling aan de achterkant kan dan doorgevoerd worden naar de voorkant van het rek. Uiteraard komen twee antennes op deze manier op de voorzijde. De Lightsix XD V75 ontvanger is een diversity systeem dat werkt met twee antennes. Op de achterzijde vind je het volgende terug. Antenne ingang. Een antenne uitgang voor gebruik met meerdere ontvangers. Een ongebalanceerde jack-uitgang. Een XLR-uitgang voor aansluiting op een mengtafel. De voeding, uiteraard. USB-aansluiting voor firmware-updates. De uitgang voor meerdere ontvangers gelijk aan uitgang A. En de aansluiting voor de tweede antenne. Kleine uitleg over het systeem. De adapter steek je in stopcontact en het andere uiteinde uiteraard in de ingang van de ontvanger. Aan- en uitknop kunt u vinden aan deze zijde. Deel 2, uiteraard de microfoon, heeft voeding nodig door middel van batterij. Zo kan die weer dicht. Het systeem kan worden ingeschakeld met de aan- en uitknop aan deze zijde. Belangrijk is deze knop waar je in het menu kunt komen. Eén druk op de knop en de functies zijn hier in te stellen. Er staat standaard op kanaal 1 wanneer u hem ontvangt. Als er meerdere zenders in de lucht zijn, kunt u dat nakijken door de channel scan. U draait aan de knop nummer 2 is de channel scan. Om te activeren drukt u op de knop en gaat hij automatisch scannen. De voorkant van de Lightsix XD V75 ziet er als volgt uit. Aan deze kant een meter voor de audio. Daarnaast een meter voor de batterij. Daarnaast een meter voor het ontvangstsignaal. Zoals je kunt zien, volledig goede ontvangst. Het scherm. De draaipotmeter om in het menu instellingen te maken. Setup knop om in het menu te komen. En de exit knop om eruit te komen. Uiteraard de aan- en uitknop.
De microfoon kan aangezet worden met deze knop. Even vasthouden en het scherm ligt op. Met de select knop kom je in het menu. Door deze 2 seconden vast te houden kun je de verschillende functies weer aanpassen. Functies zoals kanalen kiezen, batterij en eventueel het soort microfoonkop die gebruikt kan worden. Belangrijk van de microfoon is dat hij ook uitwisselbaar is met Shure en Hellsound microfoons. Dat betekent dat het kop verwisseld kan worden. De gebruikte koppen van Shure en Hellsound draadloze systemen kunnen direct op het systeem worden aangepast. Hetzelfde principe wordt gebruikt. Je kunt gewoon dezelfde kop er weer opdraaien en dan werken met bijvoorbeeld een Beta 87, SM 87 van Shure en de modellen van Hellsound. Je draait hem weer terug en hij is klaar voor gebruik. Dit was de review van de Lightsix XD V75 digitaal draadloos systeem. Werkend op 2,4 gigahertz voor vrije ontvangst. Geen problemen met digitale televisie, internet en draadloze telefoons. Verder zijn er andere modellen in de serie verkrijgbaar. Te weten Daspelt microfoons in de V35L, de V55L, de V75L. En uiteraard headsets in de V55HS, de V75HS. Handheld modellen in de V35, de V55 en het besproken model de V75. Verder nog een instrumentset voor de gitaar of bas, de V75R. Tot ziens.